Graaf.nl kopt al. Ja, Johan Derksen gaat los op de Hazesjes. Dus die zijn nu helemaal... Ja, kijk, de Telegraaf zit er meteen weer bij natuurlijk, Valentijn. Het woord is een gek, man. Ja, de Hazesjes. Alles wat Derksen zegt. Ja, tegenwoordig, als je wat zegt en je kijkt op het internet, staat er lopen. Ja, ja. Er zit gewoon een mannetje of vijf. Ja. Heel knap allemaal. Dus waarom kopen mensen eigenlijk nog boeken, zou je denken? Maar dit is een fantastisch boek, deze. Dat is echt een van de beste boeken die de afgelopen jaren is verschenen. Absoluut. Misschien wel het beste boek. Maar dan moet ik erbij zeggen, we zaten net even in de pauze over te praten. Jij hebt ook wel het ultieme stijltje om een glimlach een boek te lezen. Je hebt het in je om van een saaie, oninteressante figuur... dan wil ik niet zeggen dat Theo Janssen er is, maar toch een lekker lopend boek te maken. En dat is op zich wel een kunst. Kijk, Michel van Egmond en jij zijn eigenlijk de enige die een leuk sportboek maken. Ja. Ja. En de rest, ja, die quote die ook interessant. Ja, joh, dat is het lezen nauwelijks waard. Ja, is dit al een 7 of is het nog niet voldoende? Nou, dit gaat de hele goede kant op. Ja, ik ben het volledig met Johan eens. Michel zei echt tegen mij. Ja, nog even eentje. Nee, die zei echt tegen mij toen hij het gelezen had. Hij zei nee. In heel de wereld is nog nooit zo'n boek over een sportman. Ja, dat zei in het begin ook. Doen we gewoon nog een keer. Maar kijk, er zijn meer mensen ingeschakeld nu. Ja, die zijn later ingeschakeld. Heb je de Voice gekeken? Denk, ik ga toch nog even kijken. Ik zou over de kwaliteiten van Marcel hetzelfde willen zeggen over de kwaliteiten van dat uitstekende bier. Zo. Ja, inderdaad. Ja, niet verkeerd. Hey, hij heeft op een gegeven moment ook een akkefietje met Aad de Mos, geloof ik. Dat is leuk. Ja? Ja. Nou ja, op een zeker moment Aad de Mos riep Theo Janssen bij zich... dat hij de belangrijkste pion was in het door Aad de Mos te bouwen elftal. En Theo Janssen ging echt vrolijk naar huis. Ja, het is natuurlijk ook leuk om te horen dat je de belangrijkste man bij Vitesse bent. Ja. En de volgende dag plaatste Aad de opstelling... op het bord. En er stond geen Theo Janssen bij. dat vind ik ook dan, heel goed, dit. En dat kwam dan omdat Aad gedroomd had. Hij had een visioen gehad, 's nachts, dat het toch beter zou gaan met een ander elftal. Dus Theo Janssen stak zijn vinger op. Goh, ik zie mezelf niet op het bord staan. Aad de Mos zei, nee, ik heb een droom gehad, sorry Theo. Waarop Theo zei, nou, ik ga naar huis. Ik pak de auto, ik ga naar huis. En dat eindigde bijna in een handgemeen, waarbij... Theo Aad uitschold voor knobbelneus. Aad had toevallig op zijn neus... Die heeft een klein gezwel gehad ooit op zijn neus. Dus het deukje die is nu weg. Die is dat nu was weg. Toen al weg, maar dat wist Theo natuurlijk niet. Dus het lag heel gevoelig het scheldwoord knobbelneus. En dat is een van de anekdotes. Ik heb niet te ver uitgediept, maar die erin staan. Ja. Dus het is lijkt mij heerlijk leesvoer. Ja, hij was... We zitten nu wel op een 8, volgens mij, Marcel. We zitten bijna naar de 9. Ja, proost. Lekker. Zo. Vond je dit filmpje leuk? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal Veronica Insight.